Ik wil graag een kunstwerk gaan realiseren. Dat is iets wat ik al sinds 2007 in mijn hoofd heb, maar wat er tot heden nog niet tot stand gekomen is. En ik grijp nu het festival aan om daar zo mee te beginnen. Het komt omdat het kunstwerk gerealiseerd moet gaan worden in de Onze Lieve Vrouwentoren, het hart waar ook het festival om draait. Plus, het is een festival van dromen. Het idee is dat de plek, wat van origine een bedevaartsplek was, weer opnieuw een bedevaartsplek wordt. Dus dat mensen gaan komen naar de toren om daar hun wensen kenbaar te maken. En ik wil een fysiek kunstwerk realiseren. Een glazen bol met daar een kloppend hart van moeder en kind. En daarnaast een kunstwerk wat erbij hoort. En dat is dat mensen daar hun droom ook in kunnen voeren. En dat er achter een ICT-achtige omgeving zit die zorgt dat er mensen zijn die proberen te helpen om die droom van die persoon te gaan realiseren. Ofwel dat we met elkaar gaan proberen dromen te vervullen. Dat is eigenlijk wat ik wil gaan doen. De manier om geld bij elkaar te krijgen, want dat is natuurlijk het lastige van het realiseren van een kunstwerk, is dat het hard opgebouwd zal worden uit allerlei puzzelstukjes. En die puzzelstukjes, daar gaan we een start mee maken, want die worden door de 3D-printer van het FabLab gemaakt. Als iemand geld doneert, dan doneren zij in feite geld en kunnen zij ook erbij aanwezig zijn dat dat kleine stukje van het hart ook direct fysiek gemaakt wordt. En met al de puzzelstukjes bij elkaar hoop ik inderdaad de fondsen bij elkaar te krijgen om het te realiseren. Daarvoor wil ik het festival graag gebruiken. En ook mensen die denken van, nou ja, ik kan helpen met het vervullen van die dromen. Ik kan helpen met ICT en zo. Dat stukje innovatie, dat wil ik in het festival brengen en ook vragen.